Wij gaan bekijken een situatie die vaak voorkomt in opgaven. Een situatie waarbij je de wetten van Newton moet gebruiken. Namelijk, we hebben een slee met een massa, in dit geval voor 10 kilogram. Die slee ligt op een helling, zoals je in het plaatje kunt zien. De slee die staat op het punt om naar beneden te glijden. Er werkt een wrijvingskracht, die is gegeven, die is 40 Newton. Ook de hellingshoek is gegeven. En de vraag is eigenlijk, wat gaat de slee doen? Blijft de slee liggen of gaat het met een versnelde beweging naar beneden bewegen? En indien de tweede situatie optreedt, dan is ook de vraag, hoe groot is dan die versnelling? Oké. Het is handig als je hiervoor een bepaalde manier van oplossen gaat aanleren. Eerst het belangrijkste misschien wel is dat je jezelf gaat afvragen, oké, welke krachten werken eigenlijk op deze slee? In deze situatie zijn dat er drie. Namelijk de zwaartekracht. We hebben een wrijvingskracht. En we hebben een normale kracht. Dat zijn de drie krachten die op de slee worden uitgeoefend. We gaan die krachten dadelijk ontbinden in factoren. Dan is het in het geval met de helling eigenlijk altijd wel handig, of vaak handig, om de x en de y-as even net wat gedraaid neer te leggen. We gaan de x-as in deze richting leggen, langs de helling, en de y-as loodrecht op de helling. De derde stap die we gaan doen nu is de componenten ontbinden. Nou, teken ze eerst maar, dan weet je wat je aan het doen bent. Dus we gaan eerst de componenten tekenen. En je ziet al meteen, omdat we de x en de y-as zo handig hebben gekozen, hebben we twee krachten die precies langs de assen wijzen. Dat is hier de wrijvingskracht en dat is hier de normaalkracht. En die twee krachten hoeven niet te ontbinden in componenten. Er is maar één kracht die we moeten gaan ontbinden en dat is de zwaartekracht. Die gaan we ontbinden in een x- en y-richting. Dit is de y-richting. Hier hebben we de x-richting. En zo hebben we een component fzy en een component fzx. Nu gaan we berekenen hoe groot fzx en fzy zijn. En hierbij gaan we de sinus- en cosinusregels toepassen. Want je ziet hier al hieronder een driehoek verschijnen. Hier zie je al een driehoek verschijnen. Ja, daar gaan wij gebruik van maken. Hier gaan we eens goed naar kijken. Deze hoek van 30 graden, die zit ook hier in die driehoek verstopt. Dus die is ook 30 graden. Nou ja, voordat we de componenten kunnen gaan uitrekenen, moeten we eerst de fz zelf uitrekenen. De massa van het blok was gegeven, dus dat is vrij eenvoudig. 10 kilogram, 10 keer 9,81, 98,1 newton is de zwaartekracht. Nu gaan we eens kijken naar de componenten. We beginnen met fzx. Fzx zit eigenlijk hier. Deze zijde van de driehoek is fzx. En je ziet al meteen, als je die hoek weet en die is 30 graden, dan is fzx de overliggende zijde. De schuine zijde weten we natuurlijk, want dit is de schuine zijde. En de schuine zijde is gewoon de zwaartekracht. En die hebben we net uitgerekend, die is 98,1 newton. Oké, toepassen van de SOS-regel geeft ons dat de sinus van 30 graden fzx is delen door 98,1. Nou, dat kun je uitrekenen. 49,1 newton. Als je nou een mooi tekeningetje hebt op schaal, dan kun je al een beetje snel, zo tijdens je, of net na je berekening, kijken of het ongeveer klopt. Is fzx ongeveer de helft van fz? Nou, dat lijkt wel redelijk te kloppen. Oké, fzx is bekend. 49,1 newton. Fzy is in de driehoek deze zijde. En dit is de aanliggende zijde aan de bekende hoek. Want deze hoek weten we, die is 30 graden. Aanliggende zijde, dat is cosinus. Dus we moeten de cosinusregel gaan toepassen. Krijgen we dit omgeschreven, kun je dan uitrekenen. Krijgen we fzy is gelijk aan 85 newton. Zet het maar in je tekening. 85 newton, de y-component. Goed, nou gaan we eens kijken. Wat gebeurt er nou eigenlijk met die krachten? Je kunt fz dus wegdenken.
En in plaats van fz twee losse componenten bedenken, dan heb je dus vier krachten. Je hebt een fzx en een wrijvingskracht in de x-richting en een fzy en een normaalkracht in de y-richting. Als die gaat versnellen, dan is dat natuurlijk in de x-richting. Dus we gaan eens kijken, is er een resultante kracht te ontdekken in de x-richting? Nou, als je gaat kijken, dan zie je dat fzx groter is dan fw. Er is dus een resultante, die is 9,1 newton. En die resultante gaat ervoor zorgen dat het blokje naar beneden gaat glijden met een eenparig versnelde beweging. En je kunt zelfs uitrekenen hoe groot a is, want wij weten dat de massa 10 kilogram is. En dan geldt dus dat a... De kracht is, delen door de massa, 9,1 delen door 10, 0,91 meter per seconde in het kwadraat. Met die snelheid gaat het, of met die versnelling gaat het blokje naar beneden bewegen. Kunnen we ook iets zeggen over de normaalkracht? Ja, dat kunnen we ook, want in de meeste gevallen zal het blokje niet in de grond zakken. Het zal ook niet op gaan stijgen. Dus de normaalkracht moet even groot zijn als de FZI-component. En de FZI-component hadden we al uitgerekend. Die is 85 newton. Dan is de normaalkracht ook 85 newton.